Hallo jongens, meisjes, dames en heren, Land en Mera, Anne Wins hier. En ik ga je weer commenteren. Ik ben hier vandaag niet alleen, ik ben hier vandaag met Lucas. Hallo, goedenavond. En jullie kijken naar League of Legends en aan het begin van deze gameplay gebeurde er wel iets grappigs met League of Legends. Iets wat opmerkelijk is. Jullie moeten er maar even naar luisteren. Moment. Penta is not real. No! What are you telling me? Dus aan het begin van deze gameplay werd er verteld dat dat de kerstman niet echt is. Dus daar moesten we even gewoon om lachen met z'n allen. Jullie zien hier League of Legends een potje samen met Lucas. Ik speelde hier met Lucas en Duncan. Duncan Avo, die bezorgt de achtergrondmuziek van deze video op dit moment en meerdere video's. Zijn SoundCloud zal in de beschrijving staan. En we spelen hier met Laura. Sommigen die kennen hem wel van Knarf Redson, hem, haar. En we spelen ook met Stan, dus een 5-man League of Legends gameplay. Ja, en ik speel Fizz, Stan speelde Warwick, Laura speelde Vayne, jij speelde... Wie? Lux, jij speelde Lux natuurlijk en Duncan speelde Cho'Gath. Ja, en we ownen die shit helemaal. Ja, helemaal. Zoals ik eigenlijk wel normaal gesproken doe met Fizz. Ja, eigenlijk wel. Wij speelden dit potje wel goed. Het volgende potje wat minder. We hebben wel vaker met elkaar gespeeld. En we zijn best wel goed in teamwork. Dus geniet van de gameplay in ieder geval. Maar genoeg gepraat over de gameplay. Ik hoorde dat jij een onderwerp had meegebracht, Lucas. Ja, dat heb jij heel goed gelezen van mijn Skype-chat. Ja. Want zoals jullie misschien weten is League of Legends op dit moment het leidende spel in e-sports competities. Ze hebben de grootste prize pools uit de geschiedenis van $1 miljoen. Dat wist ik niet eens. Dat is echt enorm veel voor e-sports. Voor degene die niet weet wat e-sports is gewoon professioneel gamen. Voor degene die mij niet kennen, ik heb ook een tijdje e-sports gedaan in de Battlefield universe. Daar valt niet enorm veel aan te verdienen, omdat Battlefield enorm klein is. Eigenlijk is alleen League of Legends, Dota en Shootmania begint op dit moment ook op te komen in de e-sports. Maar Battlefield en Call of Duty stellen in de e-sports universe niks voor. Ik ben geëindigd als 8e van Europa met Battlefield in 2010 was het volgens mij. Ja. Was het team wat onder mij stond en waar ik de captain van was 8e van Europa onder de SCS banners. En we hebben daar redelijk wat sponsors en monies mee binnengehaald voor onze clan. Zo. Maar het is gewoon niet te vergelijken met wat je op dit moment met League of Legends kan verdienen. Want als je een goed League of Legends speler bent en je kan die sponsors en die toernooien binnenkomen, dan kan je daar eigenlijk gewoon een volle baan van maken. Zoals we tegenwoordig ook vaak zien bij grote spelers als Dyrus, Ocelot, The Odd One. Gewoon namen die sommigen van jullie misschien wel bekend voorkomen. Nou ja, mij komt het helemaal niet bekend voor. Want ik ben niet echt een hele actieve League of Legends speler, zoals je wel zal weten. Ik speel het af en toe gewoon voor de plezier en gewoon voor de funs. En meestal speel ik het gewoon met vrienden en anders speel ik het gewoon niet. Ik wil jullie trouwens nog even verontschuldigen voor het niet uploaden, het weinig uploaden wat ik heb gedaan in de afgelopen 2 weken. Want de laatste video die ik heb geüpload, dat was van jou, Lucas. De announcement van je Terraria. Wat trouwens ook al een datum voor is geprikt. Ja. Het was de 10e, toch? Ja, dus als jij mee wilt doen en kans maken op Terraria, dan kan je 10 november van 7 uur of 7:30, ergens tussen die tijd, komen kijken op mijn Twitch-kanaal NZG Live. Ja, het zal ook een trailer van worden gemaakt, of in ieder geval, en het zal in de beschrijving staan. En natuurlijk ook het kanaal van NZG, van Naturus Gaming, van Lucas. En wees er zeker van dat je even abonneert op hem, want dat is gewoon coolie-oolie. Coolie-oolie. Daarnaast zal ik ook een nieuwe recording-apparatuur ga ik halen voor de PlayStation en zo. Dat wordt een
Ja, ik weet dat jij een PC-gamer bent, Lucas, dus jij hebt dat helemaal niet nodig. Nee, ik zet mezelf even voor de komende 2 minuten dat je hierover gaat praten offline, oké? Okay? Ja, doe dat maar, nee. Nee, het is gewoon een recordingapparaat. Je kan er ook trouwens PC mee opnemen, dat is iets nieuws ermee. En dan, wat is het, een Evermedia of zo? Ja, nee, het is die Tim had verteld, die... hoe heet ik weer, die... Ik ben de naam nu al weer. Oké, gewoon een soort van videokaart die dingen opneemt. Ja, het is een soort van HD-PVR, maar het neemt zeg maar ook. Je kan de HDMI mee opnemen, dus dan kan je PC er ook mee opnemen als je een HDMI-poort hebt. Wat de meeste PC's tegenwoordig wel hebben, eigenlijk. Yep. Nou ja. Had je nog een ander onderwerp meegenomen of was dat alles? Dat was eigenlijk alles. Oké, nou ja, ik heb nog wel wat onderwerpen liggen, dus dat is geen enkel probleem. Een lijstje hoor. Ja, de volgende commentaries die ik zal gaan maken over Call of Duty, wat Lucas helemaal geen zak aan vindt. Zal ik een facecam gaan gebruiken, zodat jullie wat meer over mij te weten komen. En ik zal ook wat meer over mijn privéleven gaan vertellen in de volgende commentaries, zodat jullie gewoon... meer weten welke mogol hier eigenlijk achter jou op jouw beeldscherm staat. Dus ja, dat is toch zo? Ja, ik vind het ineens een heel stuk interessanter worden, Daan. Ik ga zeker eens een keertje een kijkje nemen op jouw kanaal. Oh ja, zeker als ik Call of Duty aan het doen ben. Ja. Dan kijk je alleen maar naar mijn face, zeker. Hoe mogolisch je erbij zit. Oh, Daan, jouw hoop. Daarnaast is het ook vaak aan mij gevraagd. Ik weet niet of dat wel voor jou voor belang is. Maar in ieder geval, voor mij is het vaak gevraagd of... hoe je commentaries kan maken, hoe je goed commentaries kan maken. Want ik ben vaak om tips gevraagd voor commentaries. Heb jij misschien wat tips? Ja, die vraag die ken ik inmiddels ook wel een beetje. En ik heb eigenlijk een standaard lijstje wat ik dan afwerk als ik die vraag krijg. Mm-hmm. Ja, ik ook. Dus misschien kan je er straks nog wat aan toevoegen als ik iets niet heb genoemd. Uh-huh. Ten eerste heb ik, doe het voor je lol. Als je het niet leuk vindt en je doet het gewoon puur om, weet ik veel, geld te verdienen of zo, dan merken mensen dat door je commentaries heen en die merken gewoon dat je het niet leuk vindt om te doen. Het wordt saai en dan is het ook niet meer leuk om naar te kijken. Dus dan verdien je uiteindelijk ook geen geld mee. Hey. Ten tweede heb ik, doe iets origineels. Je kan natuurlijk net zoals duizenden andere mensen Call of Duty doen, je kan net zoals duizenden andere mensen Minecraft doen, maar... er zijn zoveel kanalen die het beter doen dan jij. No offense. Maar er zijn gewoon kanalen die het beter doen dan jij. Dus er is dan geen reden waarom iemand naar jou zou gaan kijken in plaats van naar een ander kanaal. En ten derde heb ik... waar heb ik nog iets? Beloon je kijkers. Als jij iets doet en mensen vinden het leuk om naar je te kijken, dan kan je ze daar best voor belonen. Hoeft niet meteen in de vorm van een giveaway of zo, maar het kan ook gewoon verbaal van... hey, en leuk dat jullie zoveel likes hebben gegeven op de vorige video. Dat soort dingen zijn ook heel leuk om te zeggen en ook heel leuk om te horen voor kijkers in mijn beleving. Ja, klopt. Het is ook... YouTube is gemaakt voor de interactiviteit, dus je moet er rekening mee houden dat je zeg maar... je kijkers eigenlijk een soort van geeft wat ze willen eigenlijk. Dus als je een stijl hebt die jij maakt, zeg maar, je eigen stijl, want je moet iets doen wat origineel is, dus je eigen stijl aanhouden. Als je die maakt en je verandert het zo ineens, dan zal je kunnen verwachten dat je kijkers niet meer gaan kijken. En wat ook meestal wel helpt is, als je een commentary doet, wees duidelijk in wat je zegt, zeg maar. Dus ga niet stotteren, nou ja, er zijn mensen die kunnen er niks aan doen, maar ja, wees er zeker van dat je zeg maar... duidelijk overbrengt wat je wil vertellen. Zodat je, zeg maar, niet de verwarring schept bij je kijkers. Voor de rest was dat het eigenlijk wel wat ik over tips had eigenlijk. Want, ja, Lucas heeft wel het meeste ingevuld voor mij. wat vind je van de nieuwe YouTube layout, Lucas? Wat vind jij ervan? Ik heb er zelf persoonlijk nog geen hands-on ervaring mee gehad. Want mijn YouTube layout zit nog in de oude versie. Ja. Want het schijnt zo te zijn dat YouTube zeg maar personen at random selecteert volgens mij om die layout aan te geven. Klopt. Maar bij sommigen ligt het er ook aan welke internetbrowsers ze hebben. Oké. Ja, ik gebruik Chrome en dat. Ja, gebruik... ik ook. Ja. Dat gebruik veel mensen. In ieder geval, ik heb wel screenshots gezien natuurlijk. En ik heb
Ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk alleen maar erover kan oordelen als ik die hands-on ervaring heb gehad. Maar wat ik ervan heb gezien, ja, ik wist niet waar ik naar moest kijken. Het was één grote chaos. Ja, ik heb het wel één keer meegemaakt, maar sindsdien is het wel weer terug veranderd, gelukkig. Dus, maar bij mij was het zo van, ik vind hem wel iets beter als degene die bestaat, want ik ben een oude YouTuber, ik vind mezelf wel erg oud, hè. Maar jij bent echt een oude vent. Ja, ik ben een oude man. Dat vind je oude man. Nee, maar in ieder geval, ik doe dit nu al 3 jaar en dan heb je al 3... Nee, ik heb al 4 YouTube layouts meegemaakt. En ik vind de oude YouTube layouts veel beter als degene die recent zijn. Dus dan heb ik het over, zeg maar, deze die we nu hebben. En de komende eigenlijk, die zijn veel slechter als die daarvoor kwamen eigenlijk. Want vroeger was het zo van, op je kanaal kon je alles aanpassen wat je wou. Dus je kon het echt helemaal customization. En vooral als je partner was, dan kon je echt alles. En ja, nu is het zo van, het is allemaal een beetje pre-made. En je kan er alleen iets aan aanpassen als je partner bent. En ja, dat is wel jammer gemaakt eigenlijk van YouTube eigenlijk. Ze verpesten het eigenlijk voor zichzelf. Dat is hoe ik het eigenlijk zie. Maar genoeg over wat wij vinden. Jullie kijkers mogen natuurlijk ook gewoon in de comments neerzetten van wat jullie vinden van de nieuwe YouTube layout. Over het algemeen heb ik gehoord, zeg maar, dat de mensen het weer slechter vinden. Maar ik denk dat je er gewoon weer moet aan wennen eigenlijk. En, Het is wel zoiets. Ja, het is wel een van die dingen waarvan iedereen in het begin helemaal loopt te zeuren. En daarna daarna iedereen gewoon ermee leeft, weet je wel. Het is, ja, iedereen is actief op YouTube en het maakt uiteindelijk niet enorm veel uit hoe YouTube eruit ziet. Je moet het er maar gewoon mee doen. Ja, eigenlijk wel, want je kan het toch niet meer terug aanpassen. En er zijn mensen die gaan massaal nu disliken of zo. Of die gaan massaal iets op Facebook zetten of zo. Maar daar schieten ze helemaal niks mee op eigenlijk. Ik ben dus 2 weken geleden, dat is dan alweer een video gemaakt. Ik kom echt niet uit mijn woorden met deze commentaar, maar dat maakt niet uit. het is alweer 2 weken dat ik een commentaar heb gemaakt. Dit is eigenlijk gewoon de reden omdat ik veel League of Legends heb gespeeld. En ook regelmatig Assassin's Creed 3 heb gespeeld. Heb je hem al? Ja, ik heb hem al. En eerste mening? Mijn mening is dat het een heel leuk spel is. Het begin is een beetje te veel verhaallijnen eigenlijk. Maar daarna wordt het echt een geweldig spel. En Iemand die mij altijd zijn mening over alle spellen geeft. En die vertelde me dat hij het begin vond hij heel leuk, maar daarna aan het eind vond hij het eigenlijk slecht. Ah, bij mij is het andersom. Ja, dus ja. Ja, nou, ja, jij hebt hem natuurlijk gespeeld op First Look, neem ik aan. Ik heb hem gezien op First Look, ik heb hem niet gespeeld. Want okay. Ik ben heel slecht met consoles, dus ik dacht daar gaan we niet aan beginnen. Oké, okay, nou ja. Ik vind hem heel leuk om te spelen in ieder geval. Dus dat is een voordeel. En ik ben waarschijnlijk ook wel van plan om het te gaan posten op dit kanaal. Als ik mijn nieuwe recording apparaat heb. Want dan kan ik namelijk live recorden heel simpel. En ik kan ook dan livestreamen heel simpel. Dus dat zal ook wel gebeuren. Ik zal vaker gaan livestreamen. Misschien ga ik nog wel eens net zoals de NGG live show op bijna elke zaterdag. Bijna elke zaterdag. Bijna elke zaterdag. Dat is belangrijk om te verbeteren. En dan misschien ga ik dat dan ook wel op een zaterdag doen, maar dat zal ik dan wel aankondigen als die tijd is gekomen, zeg maar. Ik heb het trouwens ook het idee om meerdere games op mijn kanaal te doen. Ik wil een beetje af van het alleen Call of Duty en het alleen Minecraft maken, zodat het ook een beetje variatie is voor iedereen eigenlijk. Oké, mag ik even een applausje voor Daan? Yay! Nou ja, ik vind het wel leuk om te posten allemaal en ik weet dat jullie dat graag zien. Het zal er ook gewoon blijven, maar ik ga ook gewoon andere games posten, omdat ik nu gewoon zelf meer andere games speel dan Call of Duty en Minecraft. Dus dan krijg je dat gewoon van, ik begin er zelf een beetje minder plezier in te krijgen. Als ik nu Call of Duty speel, dan is het na een uurtje ben ik het wel zat eigenlijk. En dan wil ik een ander spel doen. En dan speel ik bijvoorbeeld League of Legends of Assassin's Creed. Ja, en dan krijg je dat. En jij bent natuurlijk al een Variety Games kanaal. Dus ja. Als je verschillende games wil zien, behalve Call of Duty en Minecraft eigenlijk,
die ik jou gratis heb gegeven. Ja, en je wil niet naar zo'n meeloper als Daan kijken, dan kan je naar mij. Nee. Iedereen zijn eigen steltje natuurlijk. Jij mij haat op mijn eigen video. Ja. Nee, sorry man. Ja, je hebt een hele sexy stem. Ja, dat weet ik. Ik ben ook heel sexy. De laatste tijd zijn we trouwens ook bezig geweest met een nieuwe server van de Knarf Redsom. Voor de Knarf Redsom kijkers in ieder geval. Er komt een nieuwe Minecraft server voor van Knarf Redsom waar ik aan meegewerkt heb. En Tim en Duk en Avo. En jij bent er ook al een keer in geweest, toch Lucas? Of ja, ik ben er meerdere keren in geweest. En heb geprobeerd de hele zooi weg te grieven. Maar ja, het was allemaal goed beveiligd. Dus dat is helemaal prima. Ja, nou ja, daar komt later nog wel meer over. We zijn er bijna mee klaar, dus er komt vanzelf wel een trailer op mijn kanaal en op kanaal Tretsom. En misschien ook wel op Lucas kanaal, ik weet niet. Denk het wel. Nou, dan moet je uitkijken naar die trailer. De gameplay is bijna afgelopen, dus we hebben het goed volgeluld. En Lucas, mag ik jou bedanken voor het meehelpen van deze commentaar op te vullen? Ja, en ik moet zeggen dat ik dit wel heel origineel vind, dat jij gewoon een onderwerp hebt gekozen voor League of Legends gameplay, want normaal gesproken is het gewoon live commentaar op de wedstrijd. Ja, nou ja, ik denk ik doe eens een keer wat anders en ik doe eens een keer stoer. Ja, je bent ook heel stoer. Bedankt dat ik hier mag zijn. Ja, graag gedaan. Nou ja, dit was het dan wel. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken en dan zien we jullie in de volgende video. Ik weet niet of Lucas jullie ziet in de volgende video, maar waarschijnlijk op zijn kanaal. Abonneer op Lucas, abonneer op... abonneren. Kijk abonneer op Daan. Abonneer op mij. Kijk naar de Soundcloud van Lucas, van Duncan. Niet ja, van jou Lucas, jij hebt geen Soundcloud. Jij hebt geen Soundcloud. Niet jou, dan van Duncan. Oké, ik ben Anne Wins en ik zeg tot ziens. Mandarijn. Koeienvla. Dat is gewoon raar. Wat? Koeienvla. Hoezo is dat raar? Dat dat gewoon niks mee te maken heeft. Gelukkig is deze gameplay nog een minuut bezig. Oh wauw, dus we kunnen gewoon nog een minuut doorpraten. Hey, ik heb er nu al zin in. Maar gaat het gewoon afknippen, gewoon afknippen. Gewoon eraf knippen. Nou ja, geniet van de gameplay en wat jullie laten.